De uitleg uit de les van maandag 12 oktober bestaat uit twee delen. Het eerste stukje gaat over formules. En het tweede stukje was van die invulsommen. Hoe pak je dat nu aan? Nou, dit is eigenlijk dan het uitleg over het tweede stukje. Als je de uitleg van het andere stukje wil, moet je de andere film kijken. Invulsommen, hoe pak je het aan? Er staat som 13, maar het moet eigenlijk zijn zoals som 13, hè? Stel je voor, je krijgt zo'n som. Waar kun je die mee vergelijken? Die kun je vergelijken met vlekkensommen. 7 plus, en dan kreeg je bijvoorbeeld een vlek. Zo, kreeg je zo'n vlek, een rode vlek. En dan stond erachter, is gelijk aan 12 bijvoorbeeld. En dat was op de basisschool. En dan moesten jullie denken, hé, wat zat er onder die vlek? Dit zie je eigenlijk, omdat je inmiddels weet, 7 plus 5 is 12. Dus eigenlijk gewoon op je herinnering weet je, oh, onder die vlek zit 5. Je kent dit setje eigenlijk min of meer, omdat je het zo vaak gedaan hebt. Het wordt lastiger wanneer hier bijvoorbeeld een vlek zit. Dus stel je voor, je hebt hier die vlek zitten. Wat moet die vlek dan zijn? Dat is een stuk lastiger. Nou, hoe pak je dat nu aan? Dan ga je eigenlijk, je kunt zeggen, ik ga gewoon terugrekenen, net zoals wat je hier gedaan hebt. Dat je zegt, nou, ik doe eigenlijk gewoon, ik heb die 5 erbij opgeteld, hè, dus deze wist ik niet. Dus 7 plus iets is 12, dat je zegt, nou, als ik nu 7, 12 min 7 doe, kom ik erop uit. Dan doe je eigenlijk het omgekeerde. Dat is een manier, maar dat is bij dit geen doen bijna. Nou, wat kun je dan doen? Dan kun je de handjesmethode gebruiken. Dat noem je officieel de handjesmethode. En wat is nu de handjesmethode? Je bedekt het stuk met de puntjes, met je hand. Nou, als ik mijn hand hierop leg, kunnen jullie het niet zien. Dus ik doe het eventjes gewoon met een zwart balkje. Even kijken, zo. Ik bedek dit. En nu ga je denken, wat moet er op dit plekje staan? Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet, want het is nog zo ingewikkeld. Oké, dan pak ik nog een balkje en dan doe ik het nog verder. Afdekken. Nu staat er iets min 20 is 60. En die kun je wel uitrekenen, denk ik. Ik denk dat je die wel ziet. Je haalt ergens 20 vanaf, hou de 60 over. Dat kan alleen maar 80 zijn. Dus 80 min 20 is 60. Nou, wat je nu, als je dit weet, dan weet je dus ook dat, even kijken, zo. Als je weet dat dit grote stuk 80 is, dan weet je dus eigenlijk dat dit 80 is. Kijk, dit is dus 80. Dit is 80. Want dat klopt de som. Nou, iets keer 5 is 80. Wat moet dat iets dan zijn? Nou, dan ga je kijken. 10 niet, want 10 keer 5 is 50. 11 keer 5 is 55. 6 keer, 12 keer 5, is, zo ga je allemaal verder. En wat je dus eigenlijk doet, je doet dus eigenlijk 80 gedeeld door 5. Dat is eigenlijk wat je doet. Want dan weet je ook wat hier gestaan heeft. Nou, 80 gedeeld door 5, dan heb je sowieso iets met 10. En dan hou je 30 over. He, want 5 keer 10 is 50, dan hou je 30 over. En 30 gedeeld door 5 is 6, dus dit is 16. Controle, 5 keer 10 is 50, 5 keer 6 is 30, klopt. Dit is dus 16 geweest. Nu gaan we weer kijken. Oké, als dat zwarte blokje, oh, dacht ik op gum stond. Hoppatee. Als dat zwarte blokje 16 is, dan kunnen we dat blokje dus eventjes weghalen. En dan kunnen we kijken wat dit moet worden. Nou, in zijn geheel is het 16. Dus 8 plus iets is 16. Wat moet dat iets dan zijn? Ja, 8. Dan ga je het even narekenen. 8 plus 8 is 16. 16 keer 5 is 80. 80 min 20 is 60. Het klopt. En dat is dus een handige manier om dit soort sommen te doen. Dit was de eerste. Nou, hoe schrijf je het nu op? Het eerste wat je gedaan hebt was... waarschijnlijk gaan we jullie hier geen uitleg bij laten geven. Mag je gewoon alleen invullen. Want jullie mogen hier ook nog proberen. Kost veel meer tijd. Proberen. Want ga maar eens het een beetje proberen. Maar officieel mag dat nog. En daarom hoeven wij hier waarschijnlijk geen uitleg bij. Maar, wat je hier kunt doen, als je een uitleg op wil schrijven, of later ooit moet opschrijven, wat je dan kunt doen, is dat je opschrijft, het eerste wat je deed was iets min 20 is 60, dus dit was 80,
En dan krijg je dus iets keer 5 is 80. Dus dit is 16. Iets 8 plus iets is 16. Dus dat iets is 8. En dat is eigenlijk alles. Het is een kwestie van veel doen. Als je het vaker doet, dan is het een stuk makkelijker te maken. Nou, dit komt terug in de huiswerkbrief. Hij is nog niet helemaal af, ik ben er nog aan bezig. Maar ik moet de filmpjes er nog inzetten. Even kijken, waar komt dit terug? Vraag 65 was dat. Dus voor de uitleg, hier zit hij. En dit doe je dus precies op dezelfde manier als je de som 13 deed. Alleen nu is het lastiger, want je zit nu met negatieve getallen. En waar moet je er goed op letten? Met de minnen. Dus hier zie je min 3 eraf, iets is min 6. En dan moet je eens gaan denken, ja, wat moet ik er van min 3 afhalen om bij min 6 uit te komen? Wat hier ontzettend helpt, is dat je een getallenlijn tekent. Dus ik zit op min 3, ik moet naar min 6. Zo. Hoeveel moet ik er dan afhalen? Dat helpt. Dus als ik het even netjes maak. Je hebt dan bijvoorbeeld, je tekent gewoon een verticale getallenlijn. Je zit op min 3. Je moet naar min 6. Zo. Ja, daarbij is dus 3 gezakt. He, je moet er dus 3 afhalen. Nou, dat zijn. Dit is iets wat je er ontzettend aan mee kan helpen. Dat was de uitleg over het invullen. En het is echt zo, naarmate je het vaker doet, gaat het sneller. Ik adviseer wel deze vraag, als het te lang duurt, voor het laatste bewaren. Dat je zegt, oké, die stopkeertjes mee, die bewaar ik voor het laatst. Dan ga je aan het eind ermee verder. Succes ermee!